daarom ben ik weer trots op mezelf. Ja, ik ben heel trots. En ik ben ook trots op Ro. Ja, ik ben heel trots op mezelf en op Ro. Ja. Weet je waarom? Omdat ik weer geld heb bespaard. Ja, zoals jullie kunnen zien, loop ik dus in de winkel. Maar ja, bij de Action nog wel. Het is lekker rustig. Mag niet klagen. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin, Karin en Roderick. En het is vandaag alweer dinsdag 23 maart 2021. En zoals je kan zien op de klok is het 9:15. Ja, gaat goed. En ja, je ziet het goed. Is leuk. Ik vind het leuk gedaan van mezelf. Helemaal top. En als ik het zo doe, naar de andere kant heb ik het daar blauw. Yep. Helemaal leuk. Al zeg ik het zelf. Maar ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Oh, wat ben ik weer trots op mezelf. Ja, ik ben heel trots. En ik ben ook trots op Ro. Ja, ik ben heel trots op mezelf en op Ro. Ja. Weet je waarom? Omdat ik weer geld heb bespaard. Ja. En dat gaat in op sowieso volgende maand. En sowieso eind april. En dan zeg je, ja, maar volgende maand, dat is toch eind april? Eind april, eind mei. Eind mei, dan ga ik het sowieso merken. Dus ja, lekker. Ik hou dan sowieso iets meer als 50 euro per maand alweer over. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, echt. Super blij mee. En vooral in de tijd en waar we nu in leven. Het is zo'n rare tijd. Het is een klote tijd. Iedereen heeft ermee te maken. Ik, jullie, jij. Hè? Ja. Dus, maar ja, er komt ook wel weer andere leuke dingen aan. Dus ja, er komt genoeg leuke, grappige dingen aan. Dat is leuk. Dus ja. Nou hebben we een bakje thee. Beetje suiker erin. Even, het is nog in principe winter, lente, ja. Voor mij is het nog een beetje winter, want mijn maag die gaat het zelf zeggen van, oh, geen suiker meer, oh, het is zomer, nee, zonder suiker. Want 's winters dan drink ik altijd thee met suiker en zomers is het zonder suiker. Dus dat is weer grappig. En even kijken wat we zo meteen gaan doen, want ik moet sowieso eerst even wachten op de huisarts, want die zou tussen 11 en 12 bellen. Nou, het is nu 12:30. Dus ja, ik wacht dat even af, want ik moet even 4 dingen vragen. Sowieso of kijken of ik al in de overgang ben. Even kijken of dat inderdaad zo is, want ook daar kan het allemaal mee te maken hebben waarom ik zo ben. En mijn vitamines wil ik gaan en even een afspraak en bij de plastische chirurgie. Ja, dus ja, dus dat. Dus, ik kan jullie wel gewoon op de hoogte gaan mee. Ja. Wie wilde wat lekkers? Eenmaal andermaal. Wie wilde wat lekkers? Kom eens hier zitten dan. Zitten. Lady, kom. Bolly. Zitten. Kom hier. Nee. Leed, hier. Kijk eens hier. Hallo. Kom eens hier. Zitten. Zo. En dan de laatste. Oeh, lekkers. Wil je worst? Wil je worst? Kijk eens hier, worst. Worst. Hele lekkere worst. Waar moet ik met dat naartoe? Lekker, hè? Zusjes, we gaan allebei naar huis, joh. Dat gaat er wel in, hè, schat? Ja, dat is voor jou. Mag jij hebben? Doe maar. Is oké, is voor jou. Heel voorzichtig. Mm-hmm.
Ja, doe maar, is van jou. Jij hebt het alweer op? Vreedzak. Is van jou. Is van jou. Moet je dat niet? Vind je het te eng om te eten? Het is zeker te groot. Ja, is happen. Is lekker voor je. Ja, lekker. Goed zo. Ja, we zitten weer in het totertje. Zoals Ro dat er weer zou totertje. Zoals Ro dat zou gaan zeggen. Vind ik leuk. Maar als jullie deze vlog bekijken, nou, dan is er waarschijnlijk al de avondklok verzet naar 10 uur. Maar dan is het eigenlijk gewoon de wintertijd, 9 uur, toch? Ja, dat ja. Is helemaal correct. Dus zoveel schieten we er ook niet echt mee op. Maar we gaan eventjes kleine boodschapjes doen. En ook eventjes 20 minuten shoppen. Ja, hij 20 minuten, ik 20 minuten. 40 minuten shoppen, kijk. En bij de Action. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dus komt helemaal goed. En even kijken hoe druk het is. Want ze mochten even iets meer personen binnen. Ik heb gewoon niet bij me. Even aan. Ja, het lijkt me handig. Je telefoon. Ja, dan zeg je dat niet wat te praten. Dan gaan we gewoon een opname. Oh, wauw. Dus dan gaan we weer terug richting huis. En dan kan Ro even naar boven lopen. Ah. Racen. En witte. Racen. Nou ja, rustig rijden. Dus ja, dat komt wel goed hoor. Ja hoor. Komt helemaal goed in orde. En morgen om 2 uur naar een ander huisarts die ik niet ben gewend. Nee. Maar ja, dat geeft allemaal niet. Komt helemaal goed. Ro en Ro die gaat mee. Alleen waarschijnlijk mag Ro niet mee naar binnen. Dus dan wacht Ro maar lekker buiten ergens in een tuintje of zo daarachter. Ook goed. In de tuin blijven nachten. Ja, precies, inderdaad. Ja, zoals jullie kunnen zien, loop ik dus in de winkel. Ja, bij de Action nog wel. Het is lekker rustig. Mag niet klagen. Ik ga even kijken bij de shampoos. Helemaal goed. En bij de shampoos. Lekker even. Gewoon een vlekje voor mijn haar. Dat vind ik even fijn. Ja. En ik wil even kijken of er ook ergens namelijk, shampoo, dus 2-in-1. Kijk, ik heb hier al wat gevonden. Een 2-in-1, dat is wel van mijn lief, maar even kijken of ze ook nog de goedkoper hebben met 2-in-1. Dus dat ga ik even sowieso doen. En ik laat jullie thuis zien wat ik heb gekocht. Ja, nou, we zijn alweer even weer thuis, eventjes. En we hebben dus boodschappen gedaan, ja. Ik ga even mijn dingen even laten zien wat ik dus heb gekocht. Ik ga even deze tas in de garage neerzetten. Ja. Sowieso. Leg ik even de spullen die Ro heeft gekocht eventjes apart. Dat is ook erg handig. Wij zijn dus bij de Action geweest. Dit is geen sponsoring en is ook geen reclame die ik maak. Nou ja, wel eigenlijk reclame, maar het wordt niet gesponsord, dat niet. Sowieso heb ik weer een nieuwe ordnermap. Dat vond ik wel weer nodig. Ro niet, maar ik wel. Want ik wil gewoon alles gewoon in kleur. Dat vind ik gewoon fijn. Lekker de rust bij mijzelf creëren. Nou, dan heb ik hier nog eentje van. In het groen. Ook bij de Action. Ja. En dan heb ik nog 2 van en van de witte. Ook erg handig, vond ik zelf. Kijk, 2 witte. Lekker, dus dat kan straks weer lekker naar beneden. Ook erg handig. Voor mezelf, voor mijn haar, heerlijk. Van de Palmolive, die ik jullie al liet zien, maar ik heb hem toch gekocht. Hij raakt ook lekker, het is een 2-in-1, dus ik ga deze lekker uitproberen en dan hoor ik jullie het wel vanzelf als je deze gaat gebruiken. Ook erg handig. Dan heb ik, niet schrikken, USB-C kabeltjes. Ik heb er 3 van gekocht, want die ik nu heb, die is gewoon deels kapot. Hij doet het nog wel, maar me vraagt niet hoe. Dus ik heb er eentje in het oranje goud kleur. Eentje in het zwart kleur. Beetje tegenlicht.
En eentje weer wat ik al had in het blauw. Nou, dus van anderhalve meter, helemaal goed. Dan heb ik nog voor de kleine huisdieren hier, de cavia's, Goldie en Charlie, heb ik dus lekkere knaagsticks weer. Ik kan dus lekker gaan knagen. Hier staat zonder graan hoofdvoeder. Maar dit is aardig wat. Kijk, dat is een mooi zakkie. Wat dus in een kartonnen dingetje zit. Snap ik niet echt helemaal, maar... Oké, het is maar zo. En ik heb nog dan 3 zakken met gewoon voer. Van deze. Helemaal goed. Kijk, heb ik daar dus 3 zakken van. En als je het niet gelooft, ik haal er nog 2 even eruit. Kijk, nog 2. Kijk, hartstikke mooi. Dus dat is bij de Action. Yes. En dan hebben we nog eventjes normale boodschapjes gedaan bij onze lokale Jumbo. Ja. En dan komt Ro ook nog zometeen eventjes met zijn aankoop wat hij heeft gekocht. Hartstikke mooi. Doe ik eventjes daar. Bij de Jumbo heb ik gekocht. Lekker paprikaatjes. 3. Hai, lekker ding. Wacht even, schatje. Ja, je bent heel lief. Maar ik heb je nu even niet nodig. Zometeen krijg je aandacht van mij, ja? Dan heb ik 3. Ja. Daar word ik op Bigo lekker voor uitgelachen. Komkommers. Ja. Lekker. 3 komkommers. Ik heb 2 courgettes. En dan heb ik nu nog een keertje lekker gezond cherry tomaatjes. 2 bakjes van. En ik heb dan nog eens een keertje lekkere spitskool. Kijk, spitskool, lekker. En ik heb nog wat schoonmaakspul. Ook niet heel erg onbelangrijk. Dat is lekker schoonmaak. Spiritus, dat is lekker voor je ramen. En lekker om alles lekker in deze tijd goed schoon te maken. Dus mijn aankopen zijn geslaagd. Ik ga dit even opruimen en dan komt zo Roderick weer bij jullie terug met zijn aankopen. Dus met Roderick. Ja, dus ik heb melk gekocht. Lekker. Melk, half vol. En ik heb ook nog een stukje worst. Ook lekker. En eitjes. Amé. Eén ijs, geen ei. 2 ijs, een half ei. 3 ijzen, vaas, hè. Maar, dat is nou 30 eieren. 4 keer paas. Dan heb ik ook nog aangeschaft voor leukigheden. Allemaal in de rappelton. Banaan. Wat is tegenover dat van banaan? Banaan. Even kijken wat ik verder nog gekocht. Oh ja. Dat is natuurlijk bij de Acetion. Een mooi lampje voor op de fiets. Aan de voorkant. Dat is pit, hoop ik toch. Dat zou geen headlights zijn. Plus nog wat mooie insteektassen. Stuk of 25 voor 49 cent. Dus 2 cent per stuk bijna. En natuurlijk nog ook een mooie, mijn favoriete kleur, blauw. Wat doe ik? Extra rood. Zo rood dat je het bijna niet kan zien. Dus dat zit weer. En verder had ik voor jou nog een kaart meegenomen. Uit de pindakaaswinkel. Wat kan je kopen? Nou, alle soorten pindakaas. 10 verschillende smaken. Waarom ook gewoon normale pindakaas. Dus heb je interesse, ga vooral even kijken bij de... Hoe heet dat ding? De pindakaaswinkel. En leef je uit. Waar is je dan? Ga maar liggen. Ga maar liggen. Ga maar liggen. Doe maar. Het is goed. 1, 2. Ga maar liggen. Ga maar liggen. Doe dan. Ga liggen dan. Beetje. Zo. Kijk eens hier. Hé, kom.
Draak ook nog even bij. Kom maar. Speedy ook. Kom maar. Ga maar bij. Helemaal goed. Ga maar kijken. Kom maar. Even die vlag naar het vogeltje. Ja, doe maar. Doe maar, Speed. Jij mag er ook bij. Draak je ook. Nou. Kom maar. Nee, niet. Niet? Nee. Hoeft niet. Draak even omdraaien. Draai. Kijk eens hier. Wie wil er worst? Worst. 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 Nee, blijf. Blijf maar, blijf maar. Ga zitten. Ga zitten. Worst. Huh? Worst. Oké. Okay. Ja, een hele goede avond. Ja, zoals je ziet lig ik al lekker in mijn bedje. Dus dat betekent dat ik deze vlog lekker met jullie weer ga afsluiten. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan, blijf jij zeker op de hoogte. En laat vooral een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei doei.